Ja, het lijkt of je niet helemaal in Noorden bent, nee, maar... Vandaag ben ik in Amsterdam en ben ik bij Capitola UX designer. Jordi, yes. Jij bent UX designer. Ja, klopt. Kun je uitleggen wat het is? UX staat voor User Experience. Ik bedenk zeg maar de bouwtekening van bijvoorbeeld een applicatie of een website. En het zo makkelijk mogelijk maken voor gebruik. Volgens mij is het wel iets voor mij, UX design, want je moet ook creatief zijn, denk ik. Wat gaan we doen? We hebben een hele leuke opdracht binnen. Het festivalseizoen komt er bijna aan. En heel veel mensen gaan altijd filmen, foto's maken. We moeten daar een leuke applicatie voor hebben dat mensen zeg maar, in de eindgebruiker een leuke aftermovie hebben. De klant wil dat we een tof idee bedenken voor een filmapp, maar hij wil een verrassingselement erachter. Ik zag hier inderdaad ergens staan dat je de aftermovie pas later, je kan pas later zien wat je gefilmd hebt. Klopt, dus we moeten zo meteen even een brainstorm sessie gaan houden wat we kunnen bedenken voor de applicatie. Oké, ja, ik ben wel benieuwd wat andere collega's hebben bedacht. Ja, het lijkt of je niet helemaal in Noorden bent, nee, maar... Ik vind het dus serieus echt een heel cool idee. Ik moet nou voor een festival-app de wireframes gaan bedenken. Dus stapsgewijs bedenken hoe deze app makkelijk te gebruiken is. Leuke films bestaan vaak uit fouten. Ja. Dus vandaar dat we ook een scherm moeten hebben waardoor je eigenlijk niet kan zien wat er gebeurt. Ik zou zeggen succes. Oké, ik ga mijn best studeren. Ik denk zelf nog wel een beetje aan zo'n blurry beeld. Dus je ziet wel een beetje wat je filmt, maar je ziet het niet precies. Nou, volgens mij heb ik best wel goede wireframes gemaakt. Ja, het ziet er goed uit. Nou, het volgende wat we gaan doen is wireframes uitknippen, dus schermpjes. Ja. Ik ga het even testen met een collega om te kijken of er zeg maar een logica in je flow zit. Ik zou wel een 7 geven. Een 7? Ja. Als UX designer moet je natuurlijk heel creatief zijn. Je moet echt een maker zijn. Je moet goed kunnen analyseren. Luisteren wat de klant wil en ook zorgen dat het gebruiksvriendelijk is. Eigenlijk voor iedereen. En goed met computers kunnen werken. Nou, heel erg bedankt. Yes. Ja, ja. Zet hem op nog eventjes. Succes met je andere banen. Nou, dat gaat zeker lukken.